Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. We gaan vandaag iets heel erg gaafs doen. We gaan namelijk crossen met de pony Missy en Missy. Ik ben nu bij Wie van de Drie. En we hebben opnames. Daarna ga ik naar stal. Dan ga ik mijn vrachtwagen ophalen. Dan ga ik met mijn vrachtwagen naar de stal van Lissy, waar de pony Lissy ook staat. Gaan we die inladen met een vriendinnetje Bo, die gaat ook mee. En dan gaan we dus op crossles. En dat wordt echt super, super vet. Wordt het zien? Blijf kijken. Oké, Wendy komt eraan. We gaan eerst even Wie van de Drie opnemen. Ja. Heb je er zin in? Heel erg. We zijn getest, dus we mogen dicht bij elkaar. Ja, ik ben nou letterlijk inderdaad, we zijn allebei negatief. Ja. En we gaan zo meteen crossen met Lissy en Lissy. Zo spannend, want ze hebben nog nooit gecrossed. Maar Lissy Pony is eigenlijk wel een crosspony. Die komt van het crossen, toch? Ja. Ja. Ja, het is een crosspony. Het is een crosspony. Dus waarschijnlijk is zij helemaal op de plek. Maar Lissy heeft dat nog nooit eerder gedaan. Dus ik ben heel benieuwd. Ben jij zenuwachtig? Ja. Maar ik vind het wel leuk. Oké. Het lijkt me heel cool. Oké, jongens, Najib, het lijkt met de make-up. Najib. Hey, ja. Hou jij van paarden? Ik vind paarden de mooiste dieren die er zijn. George, hè? George. Ja. Ja, daar wil jij een keer op rijden, toch? Ja, stiekem heb ik dat allemaal gezien, die dingen. En ik vind het gewoon, ik vind het gewoon een heel mooi paard. Gewoon mooi. Oké, jongens, Najib komt een keer bij ons. Doe een duimpje omhoog als Najib een keer bij ons moet rijden. Ja, het is voor YouTube. Het is voor YouTube. Ja. Oude YouTubers. Duim omhoog. Oké, Najib, sorry, ik was een beetje laat, want er werd net paardenvoer geleverd. Dus ik moest even paardenvoer in de stal neerleggen. Ik heb het geproefd. Oh, lekker, dat is van hartog paardenvoer. Is dat je lievelingsvoer? Hartog paardenvoer, altijd lekker. Nee, dus het voer is geleverd. Dus dat moet even neergezet worden. Echt een super goede lucerne. En nu gaan we Wie van de Drie opnemen. Ja, zet in! En daarna crossen! Jongens, we zijn er bijna. Hoe gaat het met de zenuwen? Een beetje. Ja, gaat wel. Gaat wel. Hebben jullie er zin in? Ja, dat wel. Heel erg. Dit is gewoon jullie eerste crossles ever, hè? Ja. Heel erg cool. Ik heb er heel veel zin in. En vet raar idee dat de ponies gewoon achterin staan. Dat vind ik zo gek. Ja. Als je met een paard op pad bent, dat je gewoon denkt, ik ben op de snelweg met de paarden. Ja. Oké. En waar hebben jullie het meest zin in, Lissy? Boomstammen. Ja, ik ook. Ik heb ook het meest zin in boomstammen. We gaan gewoon over boomstammen heen springen. Yes! En Lisa, jij hebt Bo bij je. Kun je meer vertellen over Bo? Want hoe oud is Bo? Bo is 13 jaar en ze is op Mamara. En ze heet geen Bo. Nee. Wat is de echte naam? Blackwater Beauty, maar zo is wel een beetje moeilijk. Ja. Hey, Blackwater Beauty, heb je al geweest? Ja, Blackwater Beauty, even de pen op. Blackwater Beauty moet eventjes naar buiten. Dat is een beetje leuk. Kun je Blackwater Beauty even logeren? Ja, voor mij. Oké, jongens, we zijn er bijna. Alle spullen liggen in de auto die ons meerijden. Jouw moeder is mee, jouw ouders zijn mee. En dan gaan we. Ja. Ja? En dan ga ik jullie filmen als jullie gaan springen. Je bent zo mooi. Oké, tot zo. Tot zo. Hindernis 1, met takjes. Dan naar hindernis 2. Gaan we daar de rol. Ja, hindernis 3. Is hier ook de houtzagerij. Ja. Ja. Hindernis 4 is hier de dikke boom. Hindernis 5 zijn de kazen. Ja. Hindernis 6, maar die gaan we niet doen. Maar dan gaan we door helemaal buitenom naar hindernis 8. Hier naar de boomstam, hier tussen die twee puntjes. En daarna gaan we naar de wal. En de waterbak. Ja. Nou, rij maar. Gaan we naar de hoek toe. Gaan we die kant op. Goed zo. Goed kijken naar de takjes. Goed zo. En dan gaan we door naar de rol. Hak mooi laag, hè? Dat is goed, Lisa. Zo mooi netjes volgen. Super. Nou, hier naar de houtzagerij. Goed zo. Ja, en dan door gaan we weer naar de kaas. Dan ga je helemaal naar buiten naar de spiegel. Helemaal buitenom. Nou, dan ga je hier dan naar de boom toe. Hier tussen de twee puntjes. Ja, goed zo. En daarna naar de waterbak. Lang omhoog.
Ja. Lizzie, galop, 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 dat is cool, 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 cool. Go, go, go! Ja! Ah! Ja! Ja! En ja! Goed zo! Lizzie, nog één keer! Ja, goed. Ja, zaken pakken. Oké, ga! Go! Goed zo! Oké, meiden, hoe ging ie? Oh mijn god, zo goed! Ik vond het één keer super spannend, maar daarna ging het super goed. Hey, die laatste was best heftig! Ja. En jullie doen het gewoon! Ja, het was wel heftig, maar ik kon eigenlijk niet. Oké, jongens. Ik ben echt super trots op de ponies. Hoe goed! Lizzie gaat nog een keer! Lizzie gaat terug! Nog een keer! Oké, okay, Liz. Oké. Okay. Hoe cool was dit op schaal 1 tot 10? 11. 24? 39. Oh, ik vind het zo. Ik ben zo trots op Lizzie. Ja, ik ben echt heel trots op die pony. Welke sprong vond je het vetst? Ik vond eigenlijk alle sprongen het vetst, maar ik had er nog wel meer willen doen, want ze waren soms een beetje makkelijk. Maar ik denk toch de dikke boom. Okay. De dikke boom en het heksenoog. Wanneer gaan we weer naar John? Elke dag. Nee, elke week denk ik. Ik word echt zo trots. Liefste pony ever. Oké, ze staan er weer in. Hoe trots zijn jullie meiden? Super trots. Oh, mijn paard is gewoon zo goed. Mijn handschoentje is net nieuw. Ja. Ja. Super cool. De paarden staan weer in de vrachtwagen. We gaan ze nu naar stal brengen. En ze hebben het echt ontzettend goed gedaan. Hoe cool was dit? Meiden, wat gaan we doen? We gaan naar de McDonald's. We mochten eigenlijk niet. Maar toen hebben we gezegd, volg ons maar. Omdat we dachten dat we een andere dag naar huis gingen. Geniaal. Oké, okay, we hebben dus de paarden achterin zitten. En we gaan gewoon naar de Mackie. Hier is de Mackie. Ja. Oh, en de paarden hebben lekker een appeltje gehad. Lekker. Woehoe. Ja, echt zo leuk. Zo cool. Crossen en Mackie. Zo leuk. Oh, ik wil ook. George, kom op. Meiden, zijn we klaar om te dineren? Zeker. Ja? Wat hebben jullie genomen? Ik heb een iced tea en McChicken menu, medium. Ik heb ook een McChicken, nou, vega. Vega! En een milkshake vanille. Ik heb ook een McChicken! Kijk onze tafel, geniaal! Ja. Oké, dan wordt hier even getiktokt! Tiktokken! Oh, wat erg, wat geniaal! Ze gaan gewoon los! Wachtend op het eten zijn ze hier even lekker begonnen met tiktokken. De paarden staan lekker hooi te eten. Geniaal dit. Kijk wat er goed uitzicht, wat mooi. Oh, ze gaan weer verder met TikTokken. Eet hoe maar snel komen. Oh jongens, het is trouwens echt een dikke chaos hier. Oké, jullie sturen ontzettend veel fanmail. Super cool, ik lees alles. Echt heel tof. Iedereen heel erg bedankt. Wat heb jij nog gevonden, Liz? Nou, deze, hij is echt super leuk. Cool. En we hebben ook deze hele leuke. Ja, die is cool. Iemand heeft helemaal een strip gemaakt. De achterkant is echt super mooi. Cool. Ja, jongens, de buiten is binnen. Lekker.